Grote opluchting bij NEC, want Alireza Jahanbakhsh is slechts voor 1 wedstrijd geschorst in plaats van 2. Dat betekent dat hij volgende week meedoet in de topper tegen Roda. That's really good that they make it one less and I can play against Roda. Of course, I'm really happy about that. Ja, nee, het is inderdaad prettig dat het hoger beroep inderdaad baat heeft gehad. En ja, goed, we moeten een wedstrijd missen, maar we hebben jongens die dat heel goed kunnen invullen. En, nou, het is 1 wedstrijdje, dus dan kan hij zich weer een week langer voorbereiden. Tegen Achilles is Jahanbakhsh er dus nog niet bij. Een derby, maar die leeft niet echt. Hoewel... Wat wel mooi is, is denk ik voor het publiek, wat toch misschien iets extra's geeft. Dus ja, mooie wedstrijd toch. Ik denk dat ze ook met een heleboel supporters komen. Ik weet niet of het wel bekend is hoeveel supporters er meegaan. Maar leuke wedstrijd voor hun, dicht bij huis. Dus ja. Alle andere dingen die rondom NEC gebeuren, volg jij dat nog een beetje? Want ja, er is toch wel wat paniek, hè? Salaris die moeizaam uitbetaald kunnen worden. Je hebt gewoon je geld gehad, hè? Dus... Ja, ik wil leuke cadeautjes kopen voor de kerst. Nee, maar ja, ik volg dat weinig. Ik ben met focus op het voetbal en wij moeten gewoon zorgen dat we kampioen worden. En dan zullen de paniek sowieso al stuk minder zijn als je weer kan promoveren naar de Eredivisie. Dus als wij ons gewoon zorgen dat we ons focussen op de taak om naar de Eredivisie te gaan, dan zal het daarna met de club ook gewoon een stuk beter gaan.